John. Daar is De Jong opeens aardig vrij. Geen buitenspel. Nog steeds De Jong. En dan kopt hij er bijna in. Maar is Kisek op tijd met de redding. Tindalli, Brama. Simpel 1-2. Heel effectief. John. Tindalli loopt door. Ola John ziet ruimte bij De Jong. Aannemen. Zoeken. En het schot geblokt door Wielaert. Grote kans toch voor Luc De Jong. Ola John. Goeie bal. En bijna doelpunt ook. Maar De Jong en Janko krijgen hoofd en voet er niet helemaal tegen. Donald net iets te kort. Krijgt de bal terug van Douglas. Flederis heeft Hemd ook nog naast zich. Kiest voor de paas naar John die de controle net niet heeft. En dan is Hemd achterin weg. Is Twente er snel uit met 5 man. Is het buitenspel? Nou zeker niet voor Jansen. Dan kan die zo door. Heeft Ver naast zich. Jansen kiest ook voor Ver. Maar daar werd nog net verdedigd door Biemans. Nu is het diepte bij Cornelissen en Jan en De Jong. En wordt de bal goed meegegeven. Cornelissen, nee, Vormen. Pak maar, zegt Vormen. Want dit is natuurlijk geen bewuste terugspelbal. Jans ook weer geen buitenspel. Wat een ruimte toch steeds voor die spelers van Twente. Kisek heeft niet vast en dan is het raak. Is het zwak gekiept en scoort uiteraard Janko. Want die scoort het hele seizoen al. Jansen een hoofdrol tegen zijn oude club. Weer een diepgaande middenvelder die zorgt voor problemen. Wie neemt hem over? Helemaal niemand dus. Wat dat betreft was het wachten tot een keer fout zou gaan voor Roda. Donald kan die meegeven. Ja, Vormer. Is het meteen raak? Ja, Vormer. Dan is Roda akelig effectief. Twente eindelijk de doorbraak gevonden. Waar het zo lang naar zocht. Valt misschien eventjes in slaap. En dat is dodelijk tegen Roda JC. Scoort niet vaak. Een van de dingen die beter kan en moet bij Vormer. Die zich al heel goed heeft ontwikkeld de laatste jaren. Maar dan ligt er meteen alweer ruimte voor Twente. En is het ook meteen 2-1? Nee. Want dat voorkomt Montaigne. Die nog net Ola John van een enorme kans afhoudt. Het leek al wat meer open te worden de laatste paar minuten. Maar het is nu echt open huis af en toe. Zeker bij Roda. Janko voor het doel. Op het moment dat De Jong de bal heeft. Nog zo'n 20 seconden te gaan. In de extra tijd. De Jong legt voor. Daar is Jansen. En daar is geen doelpunt. En dus is het rust en is het 1-1. Roda zal niet klagen over die tussenstand. Want Twente is aanmerkelijk beter, heeft aanmerkelijk meer balbezit en ook aanmerkelijk meer kansen. Hemd. Roda met 5 man eruit nu. De Loge aan de andere kant. Hier is Donald vrij. En het is raak. Prachtig zeg. Hemd wordt bedankt. Ja, door heel Roda. Niemand zo'n beetje bij Donald. Want iedereen loopt naar Hemd toe. Vanwege die fantastische paas. Hij heeft geen directe tegenstander. Twente laat de rechterkant vrij. En dit is het gevolg ook daarvan. Wisscherhoff. Bal schiet door tot bij Janko. Hoek is nu lastig, dus kappen en dan schieten. Maar daarvoor zat Biemans nog tussen. De corner van Ola John is goed en de kopkans van Douglas over. Paas tekort van De Jong. Hemte. Goeie bal weer. Jonker. Heeft Douglas nog wel om mee af te rekenen. Dus punterteam voordat Douglas in kan grijpen. Maar weer een goede bal van Hemten. En dan gaat Steven Berghuis komen bij FC Twente. En het is een zeer aanvallende wissel. Want Wisscherhoff gaat eruit. De aanvoerder. John. Leek even te veel tijd te nemen.
Gladeres. Doen balverlies. En dan wat ruimte misschien voor Twente met Ver. Nog steeds. Paas is iets te hard. Nee, Jansen. Herkansing op de paal. Te hoog voor De Jong. En dus Kiesek. Al een hoofdrol bij het eerste doelpunt. Geen buitenspel. Kiesek die redt. En dan is de hoek lastig. Doet hij het wel goed ineens. Maar krijgt hij hem niet in. Voorlopig is Roda weg. Lederes. De Beulen is er langs. En om de keeper heen. Hoe is de voorzet? Niet zo gek. Terugkoppen en weggehaald door Douglas. Jonker krijgt hem niet bij een ploeggenoot. En bijna Roda zelfs op 3-1. Brama weer meteen zoeken naar Janko. Die wint af en toe zijn duels wel, maar bereikt nog geen medespeler. Nu De Jong. Er is geen ruimte om te draaien. Pluim meteen diep naar Malky. Ja. En die is er langs. Is er langs. Malky met geen derde doelpunt voor Roda. Want wat een kans voor Malky. Roda wint van Twente. En voor het eerst dit seizoen verspeelt FC Twente punten. De koploper na 4 speelronden verliest in Kerkrade. En na 3 nederlagen op rij een onverwachts en mooi succes voor Van Veldhoven.